Een ster is geboren. Kim Keys vroege succes. In de jaren 90, toen de muziekscène bloeide met nieuwe talenten, verscheen een jonge vrouw die de wereld zou veroveren met haar unieke stem en charismatische aanwezigheid. Kim Kay, een naam die al snel synoniem werd met muzikaal talent en artistieke flair. Kim Kay, onthoud die naam. Ze begon haar carrière bescheiden, maar haar talent was te groot om onopgemerkt te blijven. Al snel schitterde haar naam in lichten en concertposters met haar afbeelding sierden de straten. Haar opkomst was niets minder dan spectaculair. Ze veroverde de muziekwereld met een stem als een engel. Haar optredens waren betoverend en het publiek was altijd in de ban van haar krachtige en emotionele uitvoeringen. Kim Kay had een gave om mensen te raken met haar muziek en dat maakte haar uniek. Haar nummer Li La Li werd meteen een klassieker. Het was 1998. Dit liedje, met zijn aanstekelijke melodie en pakkende teksten, werd een anthem voor een hele generatie. Het was het begin van een reeks hits die haar carrière zouden definiëren. De wereld lag aan haar voeten. Overal waar ze ging, werd ze onthaald met gejuich en applaus. Haar concerten waren stevast uitverkocht en ze genoot van elk moment op het podium. Kim Kay was niet alleen een zangeres, ze was een fenomeen. Ze had het allemaal: talent, schoonheid en een stem waar je stil van werd. Haar aanwezigheid op het podium was magnetisch en ze wist altijd de juiste snaar te raken bij haar publiek. Kim Kay was een complete artiest, een zeldzame combinatie van talent en charme. Kim Kay was een ster. Haar ster straalde fel en ze leek voorbestemd voor een lange en succesvolle carrière. Haar muziek bracht vreugde en inspiratie. En ze werd een rolmodel voor velen. Maar zoals vaak het geval is in het leven, zijn er altijd onverwachte wendingen. Maar het lot, zoals dat gaat, had andere plannen. Ondanks haar succes en populariteit stond Kim Kay voor uitdagingen die haar leven zouden veranderen. Achter de schermen speelde zich een ander verhaal af. Een verhaal van strijd en doorzettingsvermogen. Het leven nam een onverwachte wending. Kim Kay werd geconfronteerd met persoonlijke en professionele obstakels die haar op de proef stelden. Deze momenten van twijfel en onzekerheid waren moeilijk, maar ze toonde ook haar ware karakter en vastberadenheid. Kim Kay stond voor een uitdaging die haar doorzettingsvermogen op de proef zou stellen. Ze moest diep graven om de kracht te vinden om door te gaan. En haar verhaal werd een inspiratie voor velen. Haar reis was er één van triomf over tegenspoed. En ze bewees dat ware sterren altijd blijven schijnen, zelfs in de donkerste tijden.
achter de glimlach. Een moeilijke keuzeamputatie voor een beter leven. Het is een beslissing die niemand lichtvaardig neemt. Stel je voor dat je een keuze moet maken. Een keuze die je hele leven zal veranderen. Een keuze tussen leven met constante pijn. Pijn die je elke dag belemmert, elke beweging een strijd maakt. Of een levensveranderende operatie ondergaan. Een operatie die je misschien bevrijdt van die pijn, maar ook een deel van jezelf wegneemt. Dit was de realiteit voor Kim Kay. Ze stond voor een onmogelijke keuze. De osteoporose had zijn tol geëist. Haar botten waren broos. De pijn ondraaglijk. Elke stap, elke beweging was een herinnering aan haar lijden. Artsen boden haar een optie aan. Een optie die haar leven zou kunnen veranderen. Amputatie. Het was een moeilijke beslissing, maar één die haar een kans op een pijnvrij leven bood. Kim besloot de sprong te wagen. Ze koos voor de operatie, in de hoop op een betere toekomst. Een toekomst zonder pijn. Een toekomst waarin ze weer kon leven. De weg naar herstel was lang en moeilijk. Maar met vastberadenheid en steun van haar geliefden begon Kim aan haar nieuwe leven. Een leven vol hoop en mogelijkheden. Deel 5. Hoop vinden muziek als levenslijn. Zelfs in de donkerste tijden is er altijd een sprankje hoop. Voor Kim Kay was die hoop muziek. Het was altijd haar passie geweest, haar ontsnapping, haar manier om met de wereld te verbinden. Deel 6. De weg terug. Vastberadenheid. Voed Kim Kay's comeback. De weg naar herstel was lang en moeizaam. Maar Kim Kay ging de uitdaging aan met dezelfde vastberadenheid die haar een ster had gemaakt. Ze leerde weer lopen, zich aan te passen aan haar nieuwe realiteit. Haar vechtlust verdween nooit. Deel 7 ogen op de prijs, de Songfestivaldroom. Voor Kim Kay was er één podium waar ze van droomde om op te staan. Het Eurovisie Songfestival. Het grootste muziekspektakel ter wereld, een symbool van eenheid en hoop. Deel 8. Een lied van veerkracht, anderen inspireren. Kim Kay's verhaal is een bewijs van de kracht van de menselijke geest. Het is een verhaal van veerkracht, vastberadenheid en de kracht van muziek om te genezen. Haar reis heeft talloze levens geraakt. Deel 9. Een onbreekbare geest. Kim Kay's erfgoed. Kim Kay's verhaal is nog lang niet afgelopen. Ze blijft muziek maken. Om anderen te inspireren. Om ten volle van het leven te genieten. Haar nalatenschap is echter al stevig gecementeerd.